De winkeliersactie die staat weer voor de deur. Die wordt gehouden van 28 november tot 24 december. U koopt iets bij de aansluitende ondernemer. Daarvoor krijgt u een kassabonnetje. En van drie verschillende aansluitende ondernemers doet u een kassabonnetje in een envelop. Er staan bussen bij de deelnemende ondernemers. Daar kunt u uw envelop in doen. U kunt ook zien welke ondernemers aan deelnemen, omdat daar een vignet op het raam staat. Ja, we hebben dit jaar ook weer een mooi prijspakket. Eerste prijs een e-bike. Tweede prijs een mooie reischeck. En de derde prijs een iPad. En daarnaast zijn er nog van allerhand waardebonnen die mensen kunnen verzilveren bij de deelnemende ondernemers. We zijn blij met Helge van der Velde, met Carla Smit en Marjolein Vermeulen, die zich al jaren inzetten voor deze actie. We willen eigenlijk ook een oproep te doen, zeker in deze coronatijd, om ook lokaal te kopen. Daarmee steunt u ook de ondernemers. Lokaal kopen betekent direct bij de winkelier, maar dat kan ook betekenen dat u iets kunt afhalen. Je ziet hier achter ook mij de kwartenstaalbakken die weer mooi gevuld zijn met herfst- en winterbeplanting, wat ook weer een bepaalde sfeer geeft hier in het dorp. Dit is ook een initiatief van BISP Millingen Centrum. We zijn blij met een grote groep vrijwilligers die voor zorg dragen dat de planten op tijd water en voeding krijgen. Op de achtergrond bij mij ziet u nog dat het podium leeg is, maar weer een prachtige kerstboom neergezet worden. Het gasthuis heeft de kerstboom geadopteerd. Ze hebben een groep vrijwilligers die hem netjes optuigen, waardoor het in de kersttijd een mooie aantrekkelijke plek is hier in het dorp. Verheugd waren we afgelopen week dat wij als BISP Millingen Centrum op de dag van de ondernemers een cheque van Erme van der Scheur, wethouder in de gemeente Bergendal, in ontvangst mochten nemen. Dat gaan we zeker goed besteden. We zijn aan het nadenken om daarvoor een plan uit te werken, zodat volgend jaar in de wintertijd ook het centrum met sfeerverlichting is verrijkt. En hiermee hopen we nog meer gezelligheid in het centrum van het dorp te krijgen.